Goedemorgen, het is vandaag maandag en welkom weer bij een nieuwe vlog. Wij hebben net de jassen aangedaan. Noah denkt ik ga erbij liggen en ik ga weer even die naar school brengen. Waar is de lunch? Je lunch staat op de gang, dat heeft papa voor je klaargemaakt. Waar? Yes. Noah, kom jij ook? Kun je het doen? Kijk, je mag niet zomaar de trap op. Kleine rondestraal. Met de pop. De slaapzak. Nou, wie toch zijn, kan ik even een beginnetje maken aan de kast van Lia. Want de meid groeit als kool. Ik ben heel blij dat mijn vent wat doet hoor in het huishouden. Maar hier klopt niks meer van. Dus ik ga dit eventjes opruimen. En eventjes dat het weer qua mate klopt. Et cetera. Oké, ik ga met pijn in het hart alle 104 eruit halen. Ze is ondertussen 1,06 meter. En met 104 heeft ze gewoon vaak toch nu een blote rug of dat die broeken laag vallen. Maar ik vrees wel een beetje voor het ergste qua leeglopen in haar kast. En dan ga ik even inventariseren wat ik voor haar nog moet halen. Want ik heb natuurlijk ook een bon gekregen nog voor van Tim zijn vader. Voor volgens mij 100 euro. Dus dan kan ik even bij de HEMA even nieuwe dingetjes voor haar halen. Maar ik vind het wel heel moeilijk om sommige dingen weg te doen. Omdat ik er dan zo blij mee ben. Maar goed, ik ga een beginnetje maken. Dit is allemaal 104. Dus dat kan allemaal in een doos voor boven. Er zitten daar nog een paar dingen bij. Maar die moeten even goed gewassen worden. Eén dingetje gaat weg. Maar god, wat veel. En ik denk dat er nog meer is. Maar dat het nog bij de was ligt. Maar ik ga eerst even een doos pakken en dit er even in doen. Weer sorry voor de herrie op de achtergrond. Maar dit is even het volgende wat ik ga uitzoeken. Want ja, er ligt van alles. En het ligt allemaal door elkaar. Dus ik ga dit even uitzoeken. Nou, veel netter. Ik heb hier alle pleisters en de thermometers in zitten. Hier paracetamol. En dan de rest weer even wat netter zo. Bovenop is de hommetje, maar die dingen ga ik er gewoon nooit in krijgen. Dus dat is gewoon prima zo. Ja, lief, kun je wat drinken, schat? Time flies when you're having fun. Ik heb even kleding besteld voor Lia bij de HEMA. Ik ga nu snel Lia halen, want het zit dus altijd een beetje te lantefanteren. En dan kijk ik naar de tijd en dan is het bijna kwart voor. Sorry en nootje, ik trok je zo uit bed. Ja, ga je zus halen? Wow! Knap hoor! Goed zo! Die gaat me vasthouden. Gaan we nou, hè? Ik ga zelf. Jij gaat zelf. Even wachten tot je zus weg is. Ja, ga maar. 1, 2, 3. Nou, dat heb ik gezegd niet aan je arm af. Nee. Ga naar voren. Ik zie ernaast me zit. De me vent. We gaan even samen trainen, want ik zei van ik train dan schouders en armen. Ik doe het wel, maar ik voel me altijd een beetje alsof ik het niet goed doe. En hij is wat meer armen, schouders specialist. Zo kan ik hem wat meer leren qua benen en zo kan hij mij meer leren qua armen en schouders. En ik weet wel oefeningen voor schouders, maar ik wil gewoon even dat er iemand meekijkt of ik het ook goed doe. Ik voel me altijd een beetje ongemakkelijk als ik die dingen doe. Dus dat gaan we even saampjes doen. En voor de rest heb ik geen planning. Tim zou even met mijn pa naar de stort toe. Ja, en mijn vaders appartement in een kast weer terugzetten die we eruit hebben gehaald. Zodat er een koelkast in kon. En toen bleek dat dat niet kon. En moest die losgeplaatst worden. Dus we moeten de kast weer terug. Keeps you off the streets. Ja. Ze hebben al die verkiezingsdingen weer neergezet. Ja. Dat is wel grappig, want vorig jaar,
toen was die storm er. En toen zijn al die dingen omgewaaid. Want toen waren we ook op vakantie. Ja. Tenminste, we zijn nu niet op vakantie. Maar we gaan wel op vakantie. Ja, we gaan zoveel op vakantie wij. Wat? Ja, wij zijn tegenwoordig van meer van met verjaardagen om weekendjes weg of nachtjes weg te geven. Dan een cadeau. Want als je niet echt, kijk, als je specifiek wat nodig hebt, kun je dat vragen. Maar vaak heb je op deze leeftijd niet meer specifiek wat nodig. En dan vind ik het lekkerder om gewoon een weekje weg te gaan. En hij ook. Alleen hij gaat maar het weekend, omdat hij met zijn werk zit. En we liever de volle uurtjes even bewaren. Maar dat is een, weer een ander verhaal. Mijn vent gaat even met mijn pa naar de stort. En even een kastje in elkaar zetten. Volgens mij had ik dat al verteld, maar ik vertel het gewoon lekker nog een keer. Jullie doen het er maar mee. Ik ga even naar Jumbo lopen om frikandellen te halen. Frikandelbroodjes en een paar blikjes energy. Oh, de lunch. Ja. De lunch. Even de lunch binnen haken. Nee, ik moet even brood halen en even koffie. En moest nog wat hebben. Ja. Ik koop vast nog wel iets. Dus dat ga ik even doen. Even lopen. Extra stapjes erbij. En dan zien jullie me zo weer. Dan ga ik zo even het hok opruimen. Ik ben nu vooruit te branden. Ik ga zo even het hok opruimen, maar ik heb dus een pakketje bij zo'n drop-off point liggen. Daar ben ik sowieso een beetje allergisch voor. Want je doet dingen online bestellen om het thuis te laten bezorgen. En dan... Vroeger deden ze het proberen te bezorgen en dan... Of bij de buren, als dat niet lukte, dan kwamen ze de volgende dag. En nu brengen ze het meteen naar zo'n drop-off. En ik snap het, qua werkzaamheden. Maar dan moet ik dus alsnog de deur uit om het ergens op te halen. En ik bestel online, zodat het thuis... Maar goed, er zijn ergere dingen in het leven. Maar ze gaat om 12 uur open en het wordt vandaag geretourneerd. Dus ik wilde wel om 12 uur staan. Zodat ik zeker weet dat hij niet geretourneerd wordt. Want er zit een parfum in. En die was in de aanbieding en nu niet meer. Dus als het dan geretourneerd wordt, ben ik bang dat ik die aanbieding misloop. Kim wou straks even gaan lunchen met Lia. Dus dan Ik ga zo'n pakketje ophalen en dan ga ik daarna even boven het rommelhok doen. Daar heb ik al een en ander steeds beetje weggehaald. Maar ik wil er gewoon even goed het sporthok van maken. Dus daar ga ik jullie in meenemen. Ik vind het zo grappig om aan mijn cyclus te merken hoe ik ben, zeg maar. Want als ik ongesteld ben, dan ben ik echt zo depressief en angstig als ik weet niet wat. Heel veel dwanggedachten heb ik dan. En heel veel onrust van het komt nooit goed en heel heftig, zeg maar. Eigenlijk een week van tevoren begint dat al wel een beetje. En dan, nu is vandaag, klaar. Wie wil je bellen? Nou, niemand. Wat moet je er niet mee? Geen probleem. Ik doe het niet. Dank je. dat ik dan wat onzeker ben of zo. Vooral over het vloggen en dat soort dingen. Dan ben ik opeens weer heel onzeker over alles wat ik neerzet. En ga ik dat wel volhouden en trekt het wel genoeg? En terwijl ik... daarvoor weer heel zeker erover was. En meestal na een week word je weer heel zelfverzekerd, zit je weer lekker in je vel en gaat het weer goed. En dan komt weer de dip. Ik word vanmiddag om 2:00 trouwens gebeld door GGZ over wat ze met me van plan zijn. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. En toch is dan mijn angstige stemmetje achter in mijn hoofd te gaan zeggen dat ze me niet kunnen helpen. Moeilijk. Maar goed, ik ga nu... de jas weer aantrekken en dan ga ik richting dat huis rijden. Want er zitten luiers bij, anders was ik erheen gelopen. Want het zit echt achter de Jumbo. Daar ben ik dus net heen gelopen. Maar een hele pak luiers. Er zitten ook luierdoekjes. Nee, die moet ik morgen halen. Goed, nou. Oh ja, trouwens, de pony van mijn dochter, die krimpt helemaal. Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren hoe groot die was. Hij is nog steeds een beetje nattig of zo. Heel gek. Tadaa! Luiers, zoals je een keer zien. Pyjama papjes. En ik zat al steeds te wachten tot deze weer in de aanbieding was. Chloe. De parfum. Vind ik een heel lekker schoon luchtje, zeg maar. Ik ga even mijn statief pakken en naar de ellende boven. Oké, nou, daar komt hij. Tadaa! Ta-da. Ta-da-da-da-da-da. Ta-da-da.
Nou. Iets om ontzettend trots op te zijn. Oh, ik heb het ook een keer volgens mij, als je al mijn vlogs gezien hebt, heb je gezien dat ik het ook wel eens heb gedaan toen het bed er nog stond. Toen zei ik, nou het bed is weggeruimd, lekker op. Nou. Er wordt alleen maar meer ingekleurd. Dus we gaan dit even leegruimen. Lekker timelapse maken we ervan. Er staat nog zooi achter de deur, dus dat krijg ik eventjes nog niet verder open. Dus dan ga ik dat wel eens eerst weghalen, zodat je wat meer overzicht hebt. Sorry van deze abrupte onderbreking van de timelapse van het opruimen van het hok. Ik ga er vanmiddag wel weer even mee verder, maar mijn batterij was leeg, dus hij viel uit. En nu moeten we leren alweer halen. Dus we zijn onderweg met de frozen fiets. Mijn fiets. Stimse fiets eigenlijk. Mijn maat. De Stimse maat. Want zij zijn lilliputters. In ieder geval, en dan gaan we even terug naar huis en dan gaan we even lunchen. Maar we lopen dus nu eerst om haar op te halen, want we hadden beloofd met de fiets dat we de fiets weer mee terugnamen. Dus als we dan nu met die auto daar zouden staan, dan kennen wij Lia een beetje, daar zouden ze niet mee akkoord gaan. Dus we gaan snel die kant op, want we zijn alweer bijna laat. Toch? Nee, mooi op tijd volgens mij. Nou, ook niet voor Noah. Oh, ik kan gebeuren. Nee, niks aan de hand. Was je gevallen? Nou, oké, papa gaat je even helpen. Dat was heel onhandig. Fietsen maar. Nou, goed zo. Dan mag je 5 stapjes. Doe maar 5 stapjes. 1. Nee, deze kant. 2. 3. 4. 5. Kom op een sterretje. Smoothie. Waar staan de drankjes? Oh, hier. Ik heb die genomen. Ik ben benieuwd of het te zuip is. Het smaakt groen. Ik heb crepes, pannenkoeken. Ik weet nooit hoe je het uitspreekt met Nutella en aardbei. Ik heb tosti. Omelet. En jij hebt een? Een lekkere tosti. Heet smakelijk. Mag ik even filmen? Ik ook nu op je tiddelen. Mag ook in het restaurant. Oh? Ja, wil je even op de... Ik ben even ui en hamblokjes aan het oppakken. Doe ik met deze tomatensaus.
deze pasta. En zo nog even de spinazie er doorheen. Heb ik vast de avondeten klaar. Ik ga zo gebeld worden door GGZ, maar het duurt nog even. Yummy, yummy, yummy. Ze eet altijd alleen de kaas. Ik niet. En ik lekker volle bord. En Tim lekker een vol bord. Oké, ik vind het een beetje jammer dat ik mijn timelapse nu niet af kan maken. Want nu is het nog niet helemaal klaar. Ik moet nu deze zooi er weer terug in zetten, omdat de kinderen zo naar bed gaan. Dan ga ik morgen gewoon weer even mee verder. Onder het toeziend oog van Noah. Wat aanzetten. Goed zo. Nog een keer. 1, 2. Ik begint gewoon opeens yoga oefenen. Wak worden. Hey. Hey, doorslapen. Je moe. Tim is jarig, dus hij had taart voor zijn werk. Dus had een puntje taart voor mij en Lia. Deze ga ik delen met Noah. Heel goed ontbijt. Dacht je ook niet? Yummy! Gisteren viel mijn camera uit, dus nu gaan we weer eventjes verder. Het is al een stuk leger. Ik heb al wat tassen die waren vol met afval. Er staat er nog eentje, daar zit nog afval in. Waar is die? Oh, dat is moeilijk. Die. En ik heb al die wasmand met kleding terug in de kast en gesorteerd. En al wat dingen in de was gegooid. En al wat spullen wat van mij was naar boven. Dus dat heb ik vast gedaan. En dan gaan we weer verder. Noah loopt hier ook rond. Dat jullie het weten. Let's go. Zo goed als klaar. Tenminste, met de kamer. Even een statief inklappen. Ik moet alleen eventjes gaan puzzelen hoe ik alles ga neerzetten. Het bad staat hier nog eventjes. Die neem ik zo mee naar beneden met de rest van de spullen. Dit is zo'n erfenis van mij. Die wil ik bewaren. Hij is heel erg vies geworden door de kinderen. Maar goed. Ik zet hem wel meteen eventjes met spulletjes voor beneden. Goed hoor, schatje. Ook aan het opruimen. Goed zo. Ik heb daar nu even alle ventilatoren staan. En de airco's. Daar hebben we gewoon geen handige plek voor. Dus die staan nu gewoon eventjes daar. Ik heb hier de springtouw en elastiek. Ja, zo'n ding. Misschien ga ik die verkopen. En de gewichten op staan. Maar zoals jullie wellicht kunnen zien, is dit daar niet geschikt voor. Dus daar moeten we nog even een nieuwe voor zoeken. En dan staat hier ons cardioapparaatje. Maar het staat nog niet helemaal naar mijn zin. Ik heb de bal nog niet echt lekker kwijt. Dus misschien moet het nog eventjes anders. Want ik heb eigenlijk ook mijn statief en mijn ringlamp gewoon hier kwijt. Nou ligt hier nog heel veel
bouwmaterialen. Dit is voor de muur en daar ben ik dus nog mee bezig. Dus die laat ik ook nog even hier staan. En dit zijn allemaal schroefjes en boutjes wat ik even niet weet wat we ermee moeten. Dus dat ga ik even aan Tim vragen. En dus... Voorzichtig, liefje. Oh-oh. Gaat het? Oké. Ze is natuurlijk weer met van alles bezig, maar niet uit. Daar staat namelijk nog een traphekje, maar ik denk niet dat we die nog echt gaan gebruiken. Dus we moeten even kijken wat we daarmee gaan doen. En daarachter staat nog een schilderij. En daar ook, maar die ga ik hier ophangen. Wat is er, schat? Ja, die was gevallen, hè? Zou mama weer overeind zitten? Dan zou het handig zijn om hier nog ergens ook nog een spiegel te hebben. Dat is altijd handig als je sport. Maar hier ook, zeg maar... Papa! Ja, ik denk deze muur. Papa! Ja, dat is papa. En wie zie je nog meer? Wie is dat? Papa! En wie is dat daarnaast? Papa. En wie is dit? Papa. Nee, dat is papa, ja. Dat is papa. Wie is dat daarnaast? Pa. Wie is dat? Pa. Papa. Leuk dat je mij ook herkent. Ik ga dus eventjes beneden straks het vel weggooien. Maar ik ga nu even Noah hier laten spelen. Dus ik denk dat ik nu toch met die stofzuiger hier sta. Even de kamers van mij op de stofzuig. Ik ga zo even je haar vastdoen. Dat ziet er niet uit zo. Ja. Hier liggen nog één persoons lakens. Dus moet ik even aan mijn ouders vragen of die die willen. Want die hebben nog wel een eenpersoons bed. Wij hebben hem niet meer. Dus dat hebben we niet meer nodig. Dit kan naar de badkamer. En dit zijn allemaal sokken die ik even moet wassen. Want die liggen daar nu allemaal heel lang. En zoals dit riempje. Lukt het? Ik heb dus echt geen ruggengraat. Ik vreet me echt de laatste dagen in het rondschompus. De grootste fout die ik maak is gewoon slechte ontbijt. Waardoor als ik middag eten eenmaal begin, dan eet ik ook ontzettend veel. Nou is Tim vandaag jarig, dus ik denk toch dat ik vanavond even iets van pizza bestel. Omdat dat is iets van ja, zijn lievelings eten. En dan moet ik morgen gewoon even goed in proteïne gaan ontbijten. En dat ik gewoon goed verzadigd ben. En niet alleen maar koffie gaan zitten drinken. Ik ben een beetje doelloos aan het rondlopen door het huis. Want ik wil eigenlijk van alles doen. Ik heb ook geen energie. Die keuken is weer een zooi. Maar het is zo demotiverend om die keuken te blijven doen. Omdat ik hem elke keer helemaal strak mooi opgeruimd heb. En dan 2 dagen later ziet het er weer zo uit. Dat heb ik eigenlijk. Dat vind ik dan zo zonder om tijd. Maar goed, ik ga het toch even doen. Dit deel is ook mijn eigen schuld. Ik kan nu niet anderen de schuld geven. Het is gewoon na gebruik iets terugzetten, maar toch lukt het me niet of zo. Nou, gaan we weer. Dat ging verrassend snel. Dat was denk ik echt nog niet eens 10 minuten werk. Dus dat had ik gewoon makkelijk even kunnen doen. Maar wat ik zeg, dan ben ik gewoon een beetje gedemotiveerd over. Nou, de rest van huis nog. Hoe laat leven we? 3 voor 1. Oké, ik moet even Noah in de gaten houden. Die er nu een keer op tijd uithaalt. Die laat ik al te lang liggen. En dan haal ik dat kind helemaal gestrest uit bed. Tenminste, gestrest. Dan ligt ze gewoon nog helemaal lekker diep te slapen, helemaal lekker warm. En dan trek ik er echt zo'n nest uit en dan moeten we meteen weg. Dus dat gaan we niet doen. Ik ga gewoon nog even een beetje... Ik ga even nog wat vel weggooien. Dat ga ik doen. Ik heb geen zin. Nou, ik heb deze even opnieuw gedaan. Ik denk dat ik even binnenkort hem helemaal opnieuw moet doen. Want ik krijg het er bijna niet meer af. Hij staat weer. Ik heb deze ook roze gemaakt. Cute, hè? Oh, nou, heerlijk. Het is nu 7 over. Dus ik ga er bijna uithalen. Nou, liggen we nu alweer zo hier. Alle fuck. En mijn pakketje van de Hema is binnen. De broek was niet leverbaar, dus die heb ik gisteren losgekocht. Alleen die was 20 euro. Maar ik had een giftcard voor 100. En nu werd er maar 55 teruggestort op mijn rekening. Dus dat moet ik even nachecken. Ik heb gewoon een zwarte skinny en een... lichtgrijze skinny jeans. Dit badpak is roze. Met streepjes. Heel erg cute. Gewoon een simpel zwart vest. Een beetje een oude roze vest. Eigenlijk hetzelfde, precies hetzelfde vest, alleen een andere kleur. En 2 van die simpele hemdjes. En dan had ik dus deze.
En dan moeten we gaan, Noah. Kijk, flared. En dan een jeans. Heel erg leuk. Gaan we kijken wie er achter het stuur zit. Noah. Noah zit al vast erin. Ja, die denkt ik ga auto rijden. Kan Noah auto rijden, denk je? Mag ik even, hij mag op mijn schoot. Nou, dat mag niet. Als ik lief. Dat vind ik heel schattig, schat, maar dat is te gevaarlijk. En ik weet ook niet, want dit is iemand die dacht, ik heb geen zin meer in de koek, ik smeer het aan iemands auto af. Smerigheid. Ging voor luie douches. Kwam met dit. €30. Ik dacht dat 50% korting had, maar helaas. Een schaar vragen. Auto uit! Moet die uit? Ja. Liet ze huilen. Doe de speen er maar in. Ja, moet je je speen erin doen? Oh. Zo, ga stop met huilen. Ja. Ja. Ja, ook ja. Ja. Ze huilen, hè, maar je hebt getroost. Je kan er dus water in doen, dan gaat ze echt huilen. Oh, zo. Ja. Oké, omdat Tim jarig is, heb ik lekker eten besteld bij de beren, want hij vindt daar die halve kip lekker. Wat is er, lieverd? Wat is er allemaal? Dus dat was gewoon een goed excuus. Gekkie wekkie. Ik ben blij dat ze gek is. Morgen ga ik toch boodschappen doen. En dan... En dan ga ik gewoon een hele gezonde menu samenstellen. Helemaal fit de meid. Want februari ga ik sowieso no spend February proberen te doen. Misschien maak ik dan, ga ik in februari dan ook even dagvloggen. Misschien is dat wel leuk. Laat even weten of je dat leuk vindt. Om te laten zien hoe moeilijk het is om geen geld uit te geven. Ik ga er wel een paar uitzonderingen aan toevoegen, omdat het anders niet te doen is met kinderen. Tekenen? Oh ja, je zou tekenen. Ja, ik heb het bewaard voor jou. Waar is die? Hier zo. Oh, je ring. Maar ik heb ook je toiletrol bewaard. Daar wou je op tekenen, toch? Ga even tekening van papa maken. Ik ga even tekenspullen pakken. Ik ga even een mooie tekening voor Tim maken. Hoi! Ondertussen ligt deze weer hier. Laat me eens met rust. Laat me eens met rust. Laat me eens met rust. Ik zeg nee. Nou, wat moois maken voor papa. Daar gaan we hem blij mee maken, hè? Kom je er zo bij? Zo. En deze in kleur. Oké, ik heb een klein beetje stressgevoelens in de zin van... Mijn slaapmedicatie is op. En ik wou de huisarts bellen. Dat kan tot 4. Af en toe. Maar dan krijg je dus gewoon een bandje met... Ja, de assistent is op dit moment druk. Dus ik dacht, het is leuk dat je 2 kinderen neemt. Dat je zusjes hebt. Dat ze lekker samen kunnen spelen. Goed. Toen zei ze dus, zo'n bandje van de assistent is druk. En 4:05... Dan mag je ze niet meer bellen, alleen nog maar voor spoed. Dus ja, dat kreeg ik niet meer voor elkaar. En ik probeerde mijn moeder te bellen, maar die neemt niet op. Dus ja, ik had even pech. Nee, stop! Nee, nee, stop! Ga even scheidsrechter spelen. Nee. Ik ben helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Dus ik ga jullie weer bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even dat duimpje omhoog als je een leuke video vond. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!